In deze editie laten we de minister van Volksgezondheid, Umar Ramadien, aan het woord. Ook de president gaat in op enkele van de maatregelen. Verder was het COVID-journaal met de minister van Volksgezondheid op het Orukuul Sportcomplex bij dag 1 van de opheffing van het contactsportverbod. Ook onze minister kan een balletje trappen. Welkom bij het COVID-19-journaal. Regelmatig sporten en bewegen wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen om onze weerstand op peil te houden. In hetzelfde rijtje passen ook stressvermindering en controle, een goede nachtrust en gezond en regelmatig eten. Een potje voetballen met de boys kan eindelijk weer, nu het verbod op contactsporten geleidelijk aan wordt afgebouwd. In teamverband sporten mag weer, zij het onder strikte voorwaarden zoals constante handreiniging en afstand houden. Voor de contactsporten liggen trouwens ook al de COVID-19-protocollen klaar die stipt dienen te worden nageleefd. Ook voor onze gezondheidsminister komt deze versoepeling geen moment te vroeg. We troffen hem maandag, dag 1 van de opheffing van het contactsportverbod, al op het voetbalveld. Ja, ik ben hier vandaag weer gestart met onze sportactiviteiten. We zaten 7 maanden zonder sporten. We hebben een leuke groep hier waar we recreatief voetballen. En zoals u hebt gehoord van mij en van de president, dat we weer kunnen gaan sporten. Dus in dat kader pak ik weer een activiteit op en bouw ik weer mijn conditie op. En hoop ik ook mijn weerstand hiermee te verstevigen. Dus u ziet het, we zijn hier elke week 1 keer. Op het voetbalveld. Ja, de jongens zijn er goed bewust van. Iedereen is met hun sanitizer gekomen. Bepaalde willen zelfs met hun mondkap voetballen, maar dat is niet logisch. Maar we houden elkaar goed in de gaten. We vragen ook en kijken ook natuurlijk als de jongens niet ziek zijn. Ik heb het al gezegd. Als je ziek bent, moet je niet gaan voetballen, niet gaan sporten. Dat is ook niet goed voor je. Dus in dat kader, we hopen dat dit goed werkt. En ik wil hiermee een voorbeeld stellen voor de gemeenschap ook. Ga weer sporten. Zolang het op recreatie is. Blijf sportief over alles. Let niet te veel op elkaar. Probeer elkaar juist te stimuleren. We hebben het hard nodig nu. Elkaar te poweren. En het lukt aardig. Ik heb nog geen bal gescoord, maar dat komt wel. Ja, de vraag was groot. De roep was groot om te voetballen, om te basketballen, te volleyballen. Hiermee is het bewijs gegeven dat wij weer legaal gaan voetballen. We weten dat er al een paar weken teams en jongens weer aan het voetballen waren. Toen was het nog niet per presidentieel besluit, nu mag het weer. Natuurlijk houden wij als overheid het goed in de gaten. Als mag blijken uit onze contact tracing dat er weer incidenten voeren op velden, onder andere, kunnen we altijd weer de knop terugdraaien. Maar voor dit moment, ik heb alleen maar blije jongens hier gezien. En iedereen was zo enthousiast om vandaag weer te starten. Hoeveel ballen scoort u vandaag? Er is nog een half uurtje, dus ik denk dat ik zeker 3 pak. Minister Umar Ramadien was hier in de laatste aflevering van het COVID-journaal reeds grondig op ingegaan. Hij waarschuwde toen ook al voor dat bij gebruik door meerdere mensen zelfs de scheidsrechtersfluit een bron van besmetting kan zijn. Ook bij het elkaar komen na een wedstrijd om nog even na te kaarten kan omslaan in een spreading event. Daarom is het hebben van toeschouwers ook bij de recreatieve wedstrijden als ook het organiseren van dagtoernooien voorlopig nog verboden. Bij recreatieve sport dan is er steeds weer iemand anders een scheidsrechter en meestal hebben we maar 1 wedstrijd fluit. En die fluit gaat van persoon naar persoon, wordt even ontsmet, maar het is zeer gevaarlijk bij COVID-19. Daarom dat we geen scheidsrechter toestaan. Ook vragen wij om geen toeschouwers mee te nemen naar een recreatieve sportactiviteit. Tevens wil ik vragen aan personen die geïnteresseerd zijn om toernooien op te zetten nu, om dat nog niet te doen. Daarvoor gaat u geen toestemming krijgen, omdat het toernooi veel meer voorbereiding nodig heeft. Er zijn veel meer zaken die we moeten voorbereiden bij een toernooi. Dus wat dat betreft zijn we vrij duidelijk. We staan achter het opstarten weer van sport,
Maar het zal natuurlijk wel moeten geschieden met achtneming van de geldende COVID-maatregelen. Ik praat nu even over de voetballers. De voetballers, vanaf vandaag mogen jullie weer voetballen. U kent het, de minivelden. De mensen hebben maandenlang geen inkomsten gehad, de eigenaren. Nu is er weer wat licht in de tunnel. Mensen mogen weer gaan voetballen. We hebben al gezegd, we staan achter sport. Maar ik ben ook een voetballer en ik weet wat er gebeurt. We kennen internationaal de eerste en de tweede helft van een wedstrijd. In Suriname hebben we onze eigen manier van sporten. We kennen de derde helft. En die derde helft, daar is het gevaar. Want we gaan dan met elkaar socializen. Op een veel intiemere manier. We komen bij elkaar, we gaan drinken, we gaan eten na de wedstrijd. En dat moeten we niet hebben. In hetzelfde gesprek met het COVID-19-journaal heeft minister Ramadine maandag ook gezinspeeld op het algemeen belang om de dalende trend in nieuwe gevallen en hospitalisatie op dit niveau te houden. Door een hogere besmettingsgraad in Nederland blijft het vliegverkeer uit dit land naar ons land vooralsnog beperkt. Ook het bezoeken van een indoorclub, uw favoriete café of het organiseren van huisfeestjes zijn verboden. Feesten blijven volgens de geldende COVID-19 maatregelen vooralsnog uit den boze. We hebben de afgelopen weken gemerkt en geconstateerd dat er een dalende trend van besmettingen in Suriname aanwezig was. Waar wij kwamen van 40% op dagbasis van de geteste personen die positief waren, waren wij getuigen van de daling. En het was een vrij duidelijke daling van 15% 2 weken, 3 weken terug. Naar nu onder de 5%. De afgelopen dagen is dat inderdaad ook zo gebleken. Dat heeft geneigd, of dat was de reden ook dat de regering in evaluaties van mening was dat de maatregelen zoals ze toen stonden tot gisteren aangepast moesten worden. Omdat wij ook hebben beloofd aan de samenleving dat indien de situatie het weer toelaat, wij weer kunnen gaan naar een stukje verlichting van de maatregelen. Zodat de samenleving weer kan gaan oppakken waar we gebleven waren. En in dat kader heb je het ook gezien van de president, dat wij in ieder geval onze bewegingsbeperking van 9 tot 5 ingekort naar 10 tot 5 uur. In dat kader betekent het dat u als burger tot 10 uur 's avonds zonder verdere vragen op straat kunt zijn. Waarom we toch nog de beperking aanhouden, is omdat we nog steeds positieve hebben onder ons. Dus wij willen elke avond op een pauzeknop drukken, om het zo te zeggen. Het virus niet de kans te geven zich te verspreiden. U weet, ik heb het vaker gezegd. In de avond zijn de bewegingen veel intiemer. Mensen gaan naar plaatsen waar er veel andere soortige activiteiten plaatsvinden. U zult ook zien dat wij als overheid de bars en de clubs en andere vormen van entertainment, waar mensen intiem op elkaar zijn, niet hebben opengesteld. Wij zijn van mening dat dat nog niet kan. Ook als we internationaal kijken, zijn dat soort plaatsen superspreading places waar het virus zich kan uitleven. Dus dat blijft zo. Dus wat dat betreft zijn we vrij duidelijk. We staan achter het opstarten weer van sport. Maar het zal natuurlijk wel moeten geschieden met de achtneming van de geldende COVID-maatregelen. Met betrekking tot de overige maatregelen is het vrij duidelijk dat wij dat nog steeds zo houden, zoals het nog was. Er is wel een aantekening die ik moet maken met betrekking tot de repatriatievluchten, of althans de vluchten die van en naar Suriname komen. En daar wil ik me even focussen op Nederland. We hebben gemerkt dat de regering ook heeft aangekondigd dat ook de lijn met Nederland, althans het vliegverkeer, aan voorwaarden is gebonden. Waarom doen we dat? De afgelopen weken zien we, terwijl we in Suriname een dalende trend hebben, zien we in Nederland met name een ernstige stijging, een drastische stijging van het aantal gevallen. De Nederlandse gemeenschap is eigenlijk een beetje vrijer in hun handelen. Zij hebben niets verplicht daar en ze handelen dus op basis van het concept van ik moet me vrij kunnen voelen. En wij als Suriname zeggen wij willen niet weer aan de start staan van een nieuwe golf van infecties. Dus op basis daarvan hebben wij gezegd, we willen enkele voorwaarden. De eerste voorwaarde die vanaf nu gaat gelden, is dat er slechts 1 vlucht per week zal zijn tussen Suriname en Nederland.
En dan ook zullen er slechts essentiële personen worden toegelaten op die vlucht. Essentiële reizigers. En onder essentiële reizigers vallen, behalve diplomaten en regeringslieden, ook nog eens personen die vanwege ziekte of vanwege een sterfgeval moeten reizen. Of vanwege dringende werkzaamheden moeten reizen. Maar dat zal nog worden doorgecommuniceerd met u als burger. Wat zijn de voorwaarden? Wilt u iemand uit Nederland terugkomen naar Suriname of wilt u een toerist Suriname bezoeken, dan mag dat. Maar er zijn enkele voorwaarden en daar vraag ik de ondersteuning en de medewerking van u als burger. U moet namelijk kunnen overleggen een negatieve PCR-test bij het instappen of bij het inchecken op Schiphol. En die test mag niet ouder zijn dan 72 uur, dus 3 dagen. Tweede is, iedereen die uit Nederland komt moet in quarantaine. Omdat een test een momentopname is, kan je niet garanderen dat die persoon van de laatste test die persoon overlegt, tot het moment dat die persoon in Suriname is, kan die persoon nog in een incubatieperiode zijn. En wijst het testresultaat negatief uit. Dus wij zeggen, ieder moet in quarantaine. Hebben we nou 2 opties, dat is hotelquarantaine, dat is vanaf het begin aangegeven. En feitelijk, als iedereen een hotelquarantaine zou regelen, hadden we geen problemen. Wat we merken is dat er wat weerstand ontstaat vanuit de samenleving en vanuit de reizigers. Men is niet bereid om hotelquarantaine te betalen. De overheid, deze overheid kan het niet meer betalen. We hebben geen geld. We hebben dit beleid overgenomen waar in het verleden repatrianten in overheidsquarantaine waren, betaald door de overheid. Maar die schulden zijn inmiddels torenhoog. En die schulden zijn nog niet betaald. Een heleboel hotelketens hebben hier facturen liggen op het ministerie. En wij moeten die nog betalen. En wij vinden dat de mensen die terugkomen eigen verantwoordelijkheid hebben. Het is niet om u aangenaam te zijn, maar wij kunnen ons geen schulden meer permitteren. De situatie, dames en heren, volk van Suriname, is onder controle. Echter moeten wij waakzaam blijven. Vanwege de toename aan besmettingen in Nederland is het personenverkeer met Nederland verder beperkt. Personenverkeer is uitsluitend toegestaan voor repatrianten, essentieel personeel of in verband met spoedgevallen van persoonlijke aard. In alle gevallen kan reizen uitsluitend nadat de desbetreffende persoon toestemming heeft verkregen van de bevoegde Surinaamse autoriteiten. Neemt u contact op met de desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u medegedeeld na verkregen toestemming. Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor volleybal, voetbal reeds zijn vastgesteld. Wij werken zeer voortvarend aan de protocollen van de overige takken van sport. Ten aanzien van de handhaving is er een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105, het hoogste college van staat. De regering, personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van de bovengenoemde maatregelen. Met die verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventieprotocollen dringend in acht nemen. Beste landgenoten, gezonde voeding en optimaal bewegen zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterkt uw eigen weerstand ten alle tijde. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met deze wijze tips van de president weten we nu alweer wat meer over wat in COVID-19 tijd kan en mag en wat niet. Dit was het weer dan voor een aflevering van het COVID-19 journaal. Natuurlijk blijven wij op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom COVID. We zijn er morgen weer. Goedenavond.